Welkom terug allemaal. Vandaag ben ik niet in de werkplek, maar ik zit achter de computer, want ik ga de lastcar intekenen. Zoals jullie weten, doe ik wel eens op de computer mijn projecten intekenen. En dat ga ik ook doen bij de lastcar. En ik dacht, dan gaan we eens een keer filmen. Ik heb hier een SketchUp voor me staan. Nou, ik ga beginnen met het onderste framepje. Die wordt 85 lang bij 40 breed. En daar komen er staanders op van 1,34 hoog. En dan komen er U'tjes op waar de lastcar op komen te staan. Dat zul je wel zien. Zo. Dan zie je rechts onderin maten. Zitten millimeters. Dat wil ik niet. Kijk, nou heb ik bijvoorbeeld dit gedaan. Maar dat is fout. Dan heb ik hier zo'n pijltje. Hop, terug. Kijk, hier. Druk ik hier op het i'tje. Millicentimeters. Heb je nou een centimeters? Dat is wel heel erg handig. Dus hij wordt 4 centimeter bij 85 centimeter. Hop. Nou, dit lijkt misschien heel erg klein, maar ik zoom in. Dat is de goede grootte die wij nodig hebben. Dan zet ik er weer iets aan. Die moet 40 lang worden, maar die kokers die zijn 4 centimeter. En aan allebei de kanten komt de koker, dus dat is 8. Dus daarom wordt die 32 bij 4 centimeter. Zo. En dan doen we hier weer 85 bij 4 centimeter. Hoppa. En dan doen we daartussen doen we 32 bij 4. Hoppakee. En dan zie je hier dat het ook grijs wordt. Pak je de muis, klik je het aan, zie je stippeltjes. Enter is het weg. Maar dit is nu eigenlijk gewoon zo dun als een papiertje. En dat wordt onze lastcar natuurlijk niet. Dan wordt koker. Nou, dat wordt hoeklijn. Geen koker. Want in hoeklijn kun je dan mooi de traanblad opleggen. Maar ik maak het nu wel als koker. Dus eigenlijk deze vierkante framepjes die ik ga maken. Of eigenlijk rechthoeken framepjes. Dat wordt hoeklijn. Maar om een hoeklijn te maken is SketchUp. Is een beetje lastig. Wordt hoeklijn 40 bij 20. Maar ik maak het gewoon even van koker 40-40. Ik kan het ook van koker 40-20 maken. Maar ik doe nou even 40-40. Dan heb ik gewoon een egale maat. Kijk, dit ziet er al iets mooier uit als een frame. Het achterste gedeelte moet 25 centimeter lang worden. Dus dan heb ik hier een rolmaat. Meet ik hem. Typ ik 25 in. Enter, op hier 25 staan. Doe ik bij die andere ook, 25. Enter. Kijk, heb ik daar van die hulpstukjes. Kijk, hier een grijs puntje. Begeleidingspunt. Dus dat is die 25 centimeter die ik net heb gedaan. Hop. En dan hier. Die ook 4,4 worden. Hoppa. En dan is dit. Van hier tot hier is 60. Min 4 is 56. Die maat moeten we even onthouden. Voor straks. Zal ik wel uitleggen waarvoor we die maat nodig hebben. 134. Hoog wordt die in totaal van de bodem. Van hier, deze bodem. Van dit tot de topje is 1,38. Maar omdat deze koker op deze koker staat, moet je er 4 centimeter van afhalen. Dus wordt het 1,34. Hoppa. Nou, dan heb ik hier op papiertje staan. Van deze koker, bovenkant koker tot onderkant koker die hier komt, is 40 centimeter. Dus pakken we de rolmaat weer. Zetten we hier op het hoekje. Doen we hem omhoog. Blauwe lijn blijven zien. Dan weet je dat het recht is. Typ ik weer 40 in. Enter. Hop, staat daar een hulppuntje van 40. Hier, blauwe lijn. 40. Enter, hop. Een hulppunt. Dat is goed. Pak ik weer het vierkante toeltje. 4 bij 4 en 4 bij 4. Deze. Kijk, en hier hebben we die 56 maat nodig. Want 56 plus 4 is 60. En als je nu kijkt, precies recht. Dus dat is mooi. Dit is ook 56. Hoppa.
Dan deze twee moeten we nog even aan elkaar maken. En deze kokers. En deze. En deze. En deze. En die hierachter. Dat wordt allemaal hoe klein? Alleen deze. Die rechtop staan. Dat wordt de koker 40-40. Hebben we weer een vierkantje nodig? Zetten we hier op het eindpunt. 4x4. Heb je een vierkantje? Heb je dit? Duwen trekken weer. Hoppa. 32 centimeter. En dan heb je het eerste plateautje. Dit is eigenlijk het tweede plateau, want dit is het eerste plateau. Nou ja, de rest gaan we doen in een timelapse. En dan kom ik weer bij jullie terug als we het traanplaat erin gaan maken. En hem een kleurtje gaan geven. Hier komt de timelapse. Zo, dat was de timelapse. Zo wordt de laskar. Maar ja, als je hier een lasapparaat in zet, dan kloink, valt hij er doorheen. Zo pakken we weer dat vierkante toeltje. Maken we zo een plateautje. Maken we overal een plateautje. Kijken, moet ik het wel goed doen natuurlijk. Hoppa. En... hop. Nou, kom. Zo, nou, even dit lijntje hier in het midden weghalen. Hoppa. Nou, hier aan de achterkant is hij ook dicht gegaan, dus... klik op aan, backspace gaat er weg. Dat is goed. Nou ja, die platen, dat wordt van traanplaat. Dus ik pak het emmertje. Komt hier ook zo'n tappie. Modelinformatie kan weg. Dan kan ik hier op zoeken. Metaal. En dan zie je hier traanplaat. En dan maken we gewoon de kleur van traanplaat. En de, dan kan metaal weg. Heb je kleuren. Pakken we kleur blauw. Kijk, ja, dit is een mooie kleur blauw. Want de laskar die wordt blauw. En dan zo, doen we hem zo. Gewoon aanklikken. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Zo, onderkant ook even. Oppassen door de traanplaten niet blauw verven. Dat is een beetje raar, blauwe traanplaat. Kijk, zoals je ziet, hier zo is de fout gegaan. Dan kun je erheen kijken. Dan pak je weer dit toeltje en dan hoppa, maak je hem dicht. Ziet er toch net zo mooi uit. Pak je weer het emmertje. Hier staat de kleur. Zo.
achterkant nog even. Pak ik weer even het handje, daarmee kan ik iets omhoog. Kan ik het wat beter zien. Verf, emmertje. En dan is zo de lastkar klaar. Nou, hier achterop komt de techfles, dat is een 10 liter fles. En de 20 liter fles van Mi'kmaq. Tegen het apparaat komt op de onderste. Op de middelste komt het Mi'kmaq apparaat. Op de bovenste de compressor. Gaan we langs het dak van de garage doen we even een slang maken voor de compressor. Zodat die gewoon altijd zit aangesloten. Hoef je maar de compressor aan te zetten. Plasma snijden aan. Kunnen ze ook een plasma snijden. Tiglasapparaat erop. Zodat we gewoon tiglasapparaat aan kunnen zetten. Fles open kunnen we meteen tiggen. Dus dan gaan we ook meer tiggen. En dan ga ik veel oefenen. Dan zou je vragen, waar is dan dit plateautje voor? Als je iets aan het maken bent, kun je daar even je rolmaat opgooien. Je stift, je potlood. Als slijpschijfjes, dat heb je er altijd bij de hand. Nou, dit kan nou weg. Nou, hieronder komen wieltjes. Wieltjes kan ik ernaast zetten. Kijk hier, wielen. Kijk, die kan ik ernaast zetten. Zie je? Alleen wij willen ze eronder maken. Kijk, nou zit hier een wiel, maar dat moet niet. Heb je hier zo'n pijltje? Hop, terug. Wij willen de wielen eronder hebben. Dus vandaar dat die er nou niet op heb zitten. Maar in de video toen wij de lastkar gaan bouwen, er worden waarschijnlijk meerdere delen. Dan gaan jullie wel zien hoe de wielen komen. En dit, als daar een lastapparaat op zit, gaan we even testen als die kan doorbuigen. Dan zal ik het even demonstreren. Gaan wij van hier naar hier ongeveer. En dan weer van hier naar. Ja, maar. Naar zoiets ongeveer. En dan deze weg. Kijk, dan kunnen we die hier vastlassen. Hier vastlassen. En hier onderin vastlassen. Zo'n kokertje. Ja, die moet dan. Wordt ook koken 40-40. Dan is hij sowieso sterk, maar ik wil eerst testen zonder die koker erin. En anders kunnen we dat altijd nog inmaken voordat we hem gaan spuiten. Want anders moeten we weer de verf eraf slijpen. Dat is allemaal weer extra werk. Moeten we niet hebben. Ik zou het wel leuk vinden als jullie in de reacties zetten hoe jullie hem vinden geworden. En hebben jullie nog tips wat ik nou beter kan doen in SketchUp, hoe het iets makkelijker gaat? Zet het dan in de reacties, want ja, hoe sneller, hoe beter altijd. Aan het begin deed ik over zoiets denk ik een uurtje, maar nu, ik weet het niet precies, ik denk een klein half uur tot ik het nou over heb gedaan. Dus ik word er al steeds beter in. Dit is het derde projectje wat ik nu heb ingetekend. En ik ben best blij met het resultaat. Zo ziet hij er heel mooi uit. En natuurlijk deze hoeken. Waar we de kokers aan elkaar lassen. Of de hoeklijnen. Zagen we 45 graden. En hier lassen we hem er gewoon goed vast op. En daar komt nog een beugeltje aan waar met de ketting de gasfles kan vastzetten. Dus dat komt wel goed. Dit was mijn video. Hopelijk vond je mijn video leuk. Like, reageer en abonneer. Tot de volgende keer.